Het koor Park Street viert haar vijfjarig jubileum met een optreden in de theaterzaal van het klooster. De muzikale leiding is in handen van Frans van Goor. Het oudste koorlid Harry Kessels legt uit hoe Park Street zich onderscheidt van alle andere Nunense koren. Om te beginnen het genre, wat wij, ons repertoire keuze, dat zijn toch niet voor de hand liggende nummers, actuele nummers. En in ieder geval, wij gaan niet op al begane paden. Dus mensen die ons zien, denken, hey, verrek, heel apart, heel andere nummers. Dat is een aspect. Een ander aspect is de samenstelling van het koor. Hè. De leeftijd van zo ongeveer 30 tot in dit geval 57, 58 dan. met mensen die op zichzelf heel goed kunnen zingen, heel snel dingen oppakken, dus echt kunnen musiceren. En wij zijn ook opzettelijk klein gebleven in verhouding. Hè. We zijn niet zo massaal koor als met een club van man of 50. Want dan wordt het verfijnd musiceren met mooie harmonieën wordt allemaal een stuk moeilijker. En wij zingen prachtige arrangementen van onze eigen dirigent, hè, Frans van de Goor. De meeste zaken heeft hij gearrangeerd, passend op ons. En het eindresultaat is dan ook echt kleine kunstwerkjes. Sowieso. Aan het jubileumoptreden zijn vele repetities vooraf gegaan. In de pauze vroegen wij aan Frans van Goor of hij al vanaf het begin bij Park Street betrokken is. Ja, ik ben de oprichter onder andere. We waren met vier mensen. We hadden het idee om een Park Street in de Parkstraat in Nune iets te gaan doen. En met vier mensen hebben we een advertentie gezet. En toen zijn er plotseling gigantisch veel reacties gekomen. Ik wil zeggen Parkstraat. Dus de naam is rechtstreeks afgeleid van Parkstraat? Ja, absoluut, absoluut. Ja, want we zijn ook echt naar Nunes gaan kijken. Parkstraat is een mooi begrip. Want het park op zich staat ook symbool voor ons, tenminste voor de muziek. Er zijn vele ingangen naar het park en vele ingangen naar de muziek. En we willen ons niet vastleggen op één bepaalde muzieksoort. Nou, er zijn een aantal arrangementen die wij dus, onder andere van Jetse Bremer en Bart Wernaar hebben we wat arrangementen. Maar het merendeel van de arrangementen, dat heb ik zelf geschreven. Ik kom van een familie die nogal in de koren zit.
En ik heb vroeger heel wat harmonieles gehad. Ik heb me daarin geschoold. En ja, ik vind het heerlijk om deze besmettelijke ziekte te hebben. Omschrijf de stijl eens van Park Street. Nou, het is in ieder geval kleurrijk. We proberen de stemmen dusdanig te verdelen dat we vijfstemmig kunnen inzingen. De band daaronder heeft niet alleen de functie als begeleiding, maar kan ook echt gaan dragen. Maar jullie combo bestaat uit vier mensen. Is dat niet een beetje een kwetsbare groep? Ja, dus op zich een kwetsbare groep. Waren het niet dat deze mensen zo bloedfanatiek zijn, die zetten er echt alles voor opzij. Naast muzikaal leider ben je ook dirigent en lid van een muziekgroepje. Hoe kun je dat combineren? Nou, dat is dus de afstemming. Mijn droom was altijd om niet alleen in een band te zitten, wat ik al heel lang gedaan heb. En niet alleen koordirigent zijn, wat ik ook al een hele tijd doe, maar deze samen te voeren in een soort synthese. Dus dat betekent dat er in de repetities gigantisch goed afgestemd moet worden, heel goed gekeken moet worden, afspraken gemaakt moeten worden. Want dan kan ik me namelijk terugtrekken naar de band en kan ik het koor gaan begeleiden. Terwijl het koor de directe link gaat maken naar het publiek. Ik wil graag niet tussen het publiek en het koor staan. Daardoor is de interactie met het publiek ook veel beter. Maar dus durven maar, en ook vooral ook heel goed afstemmen. Er staat zijn laatste glas, wat sigaretten, zijn laatste boeken. En ik voel zijn hand op mijn schouder en zijn stem, alles komt wel weer goed. Maar dat kan ik niet geloven, want dit afscheid is heel anders dan voorheen. Dit was definitief, ik ben nu alleen. Naast muziek is de choreografie ook erg belangrijk. Leonie van Rijsingen legt uit waarom. Nou, choreografie is gewoon heel erg belangrijk, want het vergemakkelijkt de beleving, de intentie van het nummer. Dat is tenminste de bedoeling. Het moet niet moeilijker worden. En het gaat vooral om... Het zijn bewegingen, soms is het gewoon een setting waar je al genoeg kunt bereiken door een bepaalde mimiek, gewoon de uitstraling, dat je beleeft waar het over gaat in de tekst. Tot slot de vraag of Park Street nog nieuwe leden kan gebruiken. Ja, zeker. We kunnen zeker nieuwe leden gebruiken. En met name mannen. Mannen zijn super welkom. De hoge stemmen het liefst. Maar we zullen in de stemtest gaan kijken of mensen geschikt zijn. Bij voorkeur wel wat notenkennis, maar dat hoeft nog niet eens de reden te zijn om wel of niet te komen. Je moet er in ieder geval alles voor opzij zetten en alles, dat is wel nodig, want je moet gigantisch veel gas geven hier bij onze club. Je bent hard nodig en zomaar erbij,
dat kan niet. Je moet er echt voor gaan. En als er mensen zijn in Nuenen of een omstreken, kom. Park Street staat open voor jullie. Heel goed. Jullie repeteren.